moe gestreden. Zo voelen vele bewoners van het Juffer Margaretha Gasthuis in de Haddingestraat zich. Afgelopen jaar hebben de bewoners zich met succes ingezet tegen de bouw van 2 12 meter hoge studentenwoningen op de Haddingestraat. Op 15 oktober is opnieuw een bouwvergunning aangevraagd voor opnieuw een 12 meter hoog studentenpand. De bewoners hebben inmiddels via een aantal ambtenaren vernomen dat het plan goedgekeurd gaat worden en winden zich daar erg over op. Volgens de regels mag zo hoog bouwen helemaal niet eens. En het is wethouder Van der Schaaf geweest die al een tijdje geleden, eerder deze maand, heeft gezegd van ja, dit soort dingen gaan we niet meer toestaan. En hoe kan het dan dat het nu lijkt dat de plannen zijn veranderd? Heeft u daar enig idee van? Ik heb geen idee wanneer, hoe dit kan. Dit staat zo haaks op wat hij gezegd heeft. De bewoners vinden het idee van een 12 meter hoog studentenhuis in hun straat een slecht idee. Studenten die hebben over het algemeen een iets ander ritme. Dan gaan we wat later naar bed en dan, die gang moet ook verlicht worden. Dus voor de mensen die achterslapen wordt het heel vervelend. Sjoerd Ruijs is oud-bewoner van het Juffer Margaretha Gasthuis. Hij is een maand geleden verhuisd en niet zonder reden. We hebben een huis gekocht in een stadswijk in Bijen, dus daar wonen we nu. Ja, met deze plannen, het uitbouwen van het pand op nummer 17. We zijn eigenlijk een beetje op de vlucht geslagen van jongens, moet dit allemaal? En hier hebben we echt geen zin meer in. En ja, op een gegeven moment ben je moe gestreden, geen zin meer. Wethouder Roeland van der Schaaf laat weten dat er nog geen beslissing over de bouwvergunning is genomen.